sta bij Henk van Kouwenberg. Het is vandaag in het Schilde af te werk. Jij staat hier met een stand, zullen we maar zeggen. Wat is de bedoeling dat je hier vanavond aanwezig bent? Ja, de bedoeling is dat de organisatie heeft mij gevraagd om een beetje kunst in hun huis te brengen. Dus ik sta hier met mijn groot formaatfoto's die normaal in de galerijen verkocht worden. En met mijn boeken. Dus momenteel heb ik 6 boeken gemaakt, uitgegeven. En die zijn hier alle 6 eigenlijk in te kijken en te koop. Ja. Oké, maar wij weten, je bent een gedreven persoon. Passie is, foto's nemen is passie van jou. Je hebt onlangs ook nog een boek uitgebracht in Nederland. Vertel daar eens iets heel kort over. Ja, na Parijs, Londen hebben we Amsterdam gebracht. En voor Berlijn, Barcelona, Rome breng ik de eigen stad Antwerpen dit jaar. Op 2 november gaan we die lanceren. Ja, de titel noemt van het boek Wonderful Antwerpen. Je bent er volop mee bezig, het is hard werken voor jou. Je hebt ook een aantal bekende personen in de picture geplaatst. Noem ik hier een aantal namen. Goh ja, ik vind Antwerpen moet bevolkt worden. Door de leuke bekende mensen van de stad, hè, Herbert Vlak, Jean Bervoet, Erik Goossens, Matthias Schoenaerts, Astrid, Ellen de Munk. Ik kan er een stuk of 15 opnoemen. Ja. En ook natuurlijk heel mooie locaties, een aantal mooie restaurants, brasserieën. Welke mogen we zien in jouw boek? Ja, kijk, naast de geëikte sterrenrestaurants, de Jane, het Zilte, het Gebaar, het Fornuis, brengen we ook de gewone cafés en brasseries. Het belangrijkste is dat de 25 adressen die in het boek komen, dat die authentiek zijn. Ja. En dat blijvers zijn, dat dat geen eendagsvliegen zijn, maar zaken waar je een unieke belevenis hebt als je daar iets gaat eten of drinken. Ja. Wat is de magie van deze boeken van Henk van Kouwenberg? Wel, het is een koffietable groot formaatboek. Met een kijk op de stad. Met de authentieke adresjes. Herbert Vlak noemde het een citytrip. Ik noem het eigenlijk een... zoals de burgemeester van Parijs het zei. Enfin, on voit la vie dans nos brasseries. Omdat ik in elke zaak heel veel figurante mensen hun ding laat doen. En dat je pas zo voelt hoe die zaken leven. Want als je de adressen googelt, dan zie je alleen lege interieurs. En ik breng eigenlijk de ambiance, zodanig dat je eigenlijk echt goesting krijgt om er naartoe te gaan. De titel noemt Wonderful Antwerp. Wanneer mogen we de première of de voorstelling van dit nieuwe boek verwachten? Op donderdag 2 november zal Bart de Wever als onze burgemeester hem inleiden in de marmeren zaal van de Zoo van Antwerpen. Okay. Maar je hebt onlangs ook in Parijs gewerkt met een heel grote meneer, meneer Charles Aznavour. Is ook ondertussen een goede vriend van jou geworden? Ja, ik doe al 22 jaar alle fotografie voor Aznavour. Is inderdaad een persoonlijke vriend geworden. En hij wil mij alleen als zijn fotograaf, dus dat is voor mij het mooiste compliment ooit. Veel mooier dan om te even welke Playboy die ik gemaakt heb. De vraag van Aznavour, je veux ton style à toi, is voor mij het leukste compliment. Ja. En onlangs was je op vakantie en je hebt toch een beetje gewerkt met de Gypsy Kings. Het zijn toch fantastische gasten, hè? Ja, ook voor hen werk ik al meer dan 20 jaar. En wat mij heel veel plezier doet, is dat er terug een reunie is. Er was zoals in veel van die grote bands... een bepaald conflict, x aantal jaar geleden, is allemaal bijgelegd. En ik heb voor een nieuwe album, voor een nieuw werk, terug de oude garde samen kunnen hebben. En hen in beeld gebracht in de thuisstad Arlen. Met andere woorden, Henk van Kouwenberg, jij doet het graag, je doet het met passie. Ik zou zeggen, dankjewel. En ik wens jou veel succes op 2 november in Antwerpen bij de presentatie van jouw nieuw boek, Wonderful Antwerpen. Dankjewel.